Leden van de Nationale Assemblée vrezen dat er een humanitaire crisis op komst is in het binnenland van Suriname. VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel zegt dat voornamelijk de regionale gezondheidsdienst, de RGD, de gevolgen moet dragen van de lage waterstanden in de rivieren in het binnenland. Transport over het water wordt bemoeilijkt, vertraagd en is duurder. Hierdoor dreigen de poliemedewerkers van de RGD verstoken te zijn van drinkwater en voeding, zegt Dijksteel. Ook de bevoorrading van de polyklinieken met medicijnen en medische verbruiksartikelen is zeer in gedrang. De toegankelijkheid van de zorg wordt ernstig belemmerd. Vanwege de schaarste aan regenwater is de behoefte aan drinkwater nog meer nijpend en de druk op de huishoudens van de polymedewerkers enorm. Het meest urgent betreft de regio's boven Suriname, Bovenlandse Inheemse, Oost-Suriname en Brokopondo. Vanwege het uitblijven van de exploitatiekosten ontbeert de medische zending nog meer aan gelden om transport te betalen. Gaarne uw dringende aandacht via uw voorzitter aan de regering in de vorm van humanitaire hulp. Beschikbaarheid en toegangszorg wordt bedreigd. Ik vraag om een gecoördineerde aanpak voor efficiëntie en controleerbaarheid. BEP-parlementariër Ronnie Assabina wees erop dat de beschikbaarheid tot schoon drinkwater een basismensenrecht is. Kreken en waterbronnen in het achterland zijn nu aan het opdrogen. Ook Obed Kanapé van de ABOP vroeg aandacht voor de drinkwatervoorziening. Water om te koken, om te drinken, om te baden, om te poetsen, om de was te doen is schaars. Maar ook om je te verschonen, voorzitter, na een sanitaire behoefte. Voorzitter, is gas dan nu beschikbaar, ook voor industriële en landbouwdoeleinden. We hebben onze comité, voorzitter, aan de 17 ontwikkelingsdoelen. Vrij recentelijk heeft de minister van SWNH aangegeven dat SWM technisch failliet is. De minister moest hebben gezegd, voorzitter, dat SWM bij lange na niet in staat is om zich van haar core business te kwijten. Dat is de keiharde realiteit. De achterstand die is op het gebied van beschikbaarheid en toegang tot water, voorzitter, is alarmerend groot. Maar ook de verschillende gemeenschappen waar er veel aan goudwinning wordt gedaan, merk je dat de rivierwater niet meer te drinken is. Vragen we de regering om daar aandacht aan te besteden, om de gemeenschappen voornamelijk in het binnenland tegemoet te komen met betrekking tot drinkwater. Ook de leerkrachten in het binnenland vragen volgens Kanapé naar drinkwater. Rabinder Permeser van de NDP en Assis Kumar Gayadin van de VHP vroegen eveneens aandacht voor het drinkwaterprobleem in het kustgebied. Permeser benadrukt dat Suriname nooit eerder zo'n lage waterdruk heeft gekend.